En vervolgens kreeg ik iets van 50 kinderbijbels van hem. Van echt 1800 tot nu. Waar hele bijzondere exemplaren tussen zitten. Dus nou ben ik wel een verzamelaar van kinderbijbels. Nu ben je het ineens geworden. Oké. Okay. Heb jij nog wensen? Je zit nu, zo 10 jaar zeker bij de tv. Heb je dan nog iets wat je echt wil bereiken? Want ja, je wilt er helemaal nooit bij. Dus het is helemaal zo'n beetje aankomen rollen. Ja, ik ben ook een beetje afgeleerd om te plannen, omdat het toch wat heel anders ging dan dat ik zelf gedacht had dat het zou gaan. Maar die talkshow? Dat is nou niet mijn hele grote streven. Nee, gewoon mooie programma's maken waar veel mensen naar kijken, maar die wel ergens over gaan. Ja. Dat vind ik leuk. Nou, dus dan zit je vooralsnog lekker met Tros Radar, toch? Ja. Oké, andere dingen die ik opvallend vind van je vriendjes en vriendinnetjes boekje. Dat is je favoriete vakantieland, maar dat is meer vanwege de actualiteit. Sri Lanka. Ja. Was jij ook in het telefoonteam aanwezig? Heb je iets gedaan tijdens de grote nationale actie? Nee. Ik ben er niet voor gebeld en het ging me ook te ver om meteen me vooraan te gaan melden of zo. Een beetje hadden sneu, ze me gevraagd. Precies. Ja, dan had ik het wel gedaan. Ja. Oké, maar je hebt wel netjes natuurlijk centjes overgemaakt, hè? Ja. Giro 555 mensen. Ik zeg dat omdat ik de meegeet moet draaien. Dat is heavy shit. We hebben Antoinette Herzenberg hier in het huis. En Antoinette, jij bent een van de sterren. Dus jij mag gaan voorspellen in het kader van... Gios, bij voorbaat je bent even overzicht. Dus wat denk jij dat er gaat gebeuren in 2005? Ik denk dat Maxima een zoon gaat krijgen. Een zoon ook echt? Ja, een zoon. Oké. Okay. En durf je nog enige voorspelling te doen als het gaat om de datum? Nee, maar ik durf wel een voorspelling te doen over de naam. Oh! Ik vind dat ze hem gewoon Willem moeten noemen. Ja. Geen Klaus of Bert. Ja, die mogen allemaal in de tweede, derde, vierde naam. Dat maakt me niet uit. Nee, maar precies. Ik vind gewoon Willem Pie. Ja, dat vind ik echt weer een... Nou, het hoort wel bij het Koningshuis, ja. Willem. Willem vind ik helemaal goed. Oké. Willem gaat geboren worden. Waarom? Ik neem het nu maar voor waar aan. Oh ja, dat is een vraag van Ivo. Ja, vind ik wel een goede vraag. Ja. Nou, bedankt. Ja, omdat ze aan de boom groeien. Ja, wat was ook weer het antwoord van André van Duin? Als ze recht zijn, dan vallen ze om. Oh ja. Oké. Ja. Ik hoop dat jij een vraag van een wat groter kaliber wil inspreken voor je weet niet wie dus, maar zeg even je naam en dan de vraag van vandaag. Ja. Okay. Ik ben Antoinette Herzenberg. Ja. En ik wil wat groter kaliber wil. Wat je later echt wil worden als je groot bent. De ochtendgrapjas. Joep Belen. Joep, even een vraag aan jou. Vind je Antoinette stiekem ook zo leuk? Ken je Antoinette? Antoinette Herzenberg, Tros Radar. Ze is altijd heel zakelijk op tv, maar als je zit te kijken, dan denk je toch, oh, daar schuilt een hele warme vrouw achter. Ik heb geen idee wie dit is, het erg, hè? Oké, Antoinette, als je even, want dat hebben meer. Ik moet zeggen, ik had gisteren ook een gesprek met iemand die zegt, Antoinette, ik zeg, nou, als je luistert, dan herken je er wel. Nou. Antoinette, zeg even iets. Want dat hebben meer. Goedemorgen, Joep. Ken je er al? Zegt je echt niks, hè? Ja, ik word wel warm, maar vooral van schaamte. Eens even kijken als ik dit laat horen. Ook heeft Nederland gestemd op de meest irritante bekende Nederlanders in reclamespotjes. Ja. De tokkies scoren erg hoog. Ja, is natuurlijk. Nederland misschien tokkie moe? Ja, veel ja mensen nu wel, maar die heeft een andere stem. Nou, dat is de tv-stem dan, hè? Ja. Ze is leuk, maar dat vind ik. Oké, Joep, ik laat je ding horen. En dan doe jij je ding. Dames en heren, Joep van Deudekom. Ik heb hier van Tros Radar Antoinette. Antoinette, is dit een zaak? Absoluut. Ja? Als Inge wil dat wij die fotozaak over de tafel trekken, dan moet ze me maar even bellen. Radar. Dat gaan we zeker doen. Oké, nou dan ga ik er nog één keer... Nou ja, ik weet het. Je moet stemmen op jouw zaak. Mensen moeten stemmen op die bekende Nederlander die zij het meest irritant vinden in een televisiespotje. En Giel is er één van. Te stemmen op jouw zaak. En dat is hem. Ja, dat is hem. En het komt van Nederland omdat hij zijn blote piemel heeft laten zien op televisie. En heel veel mensen denken dat dat zelfs schadelijk zou kunnen zijn voor de kindertjes. Dus, wat vind jij eigenlijk als moeder zijnde daarvan? Ja, volgens mij zat die lange mensen die want je had een blote versie, maar je had een niet blote versie. Ja, precies. Ja, mijn kinderen lagen al op bed, zo. Er zijn er daarvan. Alweer als de blote versie werd uitgezonden. Kijk. Afijn. Ja. www.lodenleeuw.nl, want Giel zou nog kunnen winnen, maar er moet er wel wat gebeuren. Ja. Ik zit er net te denken, jouw kinderen mogen natuurlijk ook niet eens naar vlees kijken, dus... Nee, inderdaad. Nee, dat proberen we zoveel mogelijk uit het oog te houden. Oh, en... Als... Denk, jouw kinderen mogen natuurlijk ook niet eens naar huis. Ja, maar die afspraak staat nu meteen veel mogelijk uit het oog te houden. Okay. Antoinette, historisch moment. Ik ga jou een roze mobiele telefoontje geven. Nou ja, zeg. Dat is de Gielmobiel. En jij moet hem vandaag aan iemand anders geven. En morgen om 5:05, dan bel ik en dan hoor ik aan wie jij hem gegeven hebt. Oké. Okay.
Dus ik heb er nu al zin in. Morgen, Wansmaak woensdag. Tot dan. That was wonderful. Bravo. I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, though. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was terrible. Get him away. Hey, boo.